Ben ik te vroeg? Had ze niet gedacht, hè? Zag mijn vrouw dat ik dich voor buurtpoza's kon vangen. Ik zeg, nee, maar ze zuse me hoe een koe een haas kan vangen. Wie bedoelt ze dat, zei ze. Ik zeg, figuurlijk. Oh, en toen nog de buurvrouw dat pooshazenpak passen. Vult te klein, Sjan. Wie zit het, zei ze. Strak. Ik zeg, in dit pak kan ik niks verbergen. Hoe ziet ze dich, mens, in edele delen? Zeg, nee, mijn horloge, die kan ik afdoen. Ik zeg, en het jeukt en het stinkt. Oh, maar dat kan kloppen, zit ze. Normaal ligt je een hondje op. Ik zeg, een hond? Ja, mijn nazen wint. Zeg, en ik moet dat pak nu aan? Ja, maar maak die toch niet zo druk, dat hondje geeft jou niks om. Ik op weg naar Pruisjes op een brommer, werd ik aangehouden door een motorplies. Met speurhondje, met speurhondje. Ja, ik zag je ook pas wie dat ze allebei de helm aanvaaien, maar... Meneer, zei het, u kwam als een haas voorbij. Weet je, een hondjongen tussen aan mijn pak te snuffelen. Heeft u wat verstopt? Ik zeg, nee, nog niet. Waar wordt mijn hond dan zo opgewonden van? Ik zeg, ik denk van de buurvrouw wat een... U kunt toch wel begrijpen, zei hij, dat ik dit niet snap. Ik zeg, tuurlijk, anders had ze nou gaan hangen zoals police kunnen werken. Mensen, ook al doe ik het niet gauw goed, dat buurtwerk zit me in bloot. Maar over pooshaas hoeven ze me niet meer te kallen, of Pinksten en Poosen moeten op één dag vallen. Maar met eurensteun schilderen we met vaste lovens samen de eier, roet, geel en...